Goedemiddag, welkom bij Webinar Unlock. In een wat andere setting dan gepland, namelijk met z'n allen achter een laptop en niet live bij elkaar in een studio op 1,5 meter afstand. Het is jammer, niet zoveel aan te doen, maar het is toch fijn dat we dat op deze manier bij elkaar kunnen zijn. We zouden eigenlijk natuurlijk inderdaad bij de Stage Entertainment Studios zijn, maar nu sta ik hier in een zaal met de mensen van Event Productions. Mijn naam is Servus van Berkum, ik ben jullie moderator voor vandaag. En ik ga met een groot aantal sprekers gaan we duiken in de wereld van de coronaproeftuin, zoals het opgezet is. En hopelijk levert dat een interessante kijk op hoe we om kunnen gaan met corona, welke lessen we kunnen trekken en ja, hoe we alsnog veilig bij elkaar kunnen komen. Ik stel vragen, ik probeer zoveel mogelijk jullie vragen over te laten brengen. Ik heb daarvoor connectie met Jane van die regie. Zij houdt de chat in de gaten. Via de chat kan je die vragen stellen. Die komen er bij mij en die stel ik dan aan de verschillende sprekers. We sluiten om 4 uur af met een groter gesprek over hoe nu verder. En ook daar kan je er nog een vraag over stellen. Jullie hebben natuurlijk bij de aanmelding ook vragen kunnen stellen bij op het webformulier. Ook die vragen hebben we meegenomen en die proberen zoveel mogelijk mee te nemen. Nou, laten we beginnen en laten we eerst even kijken naar het programma. Zoals je kunt zien, beginnen we met, nou ja, met een inleiding, zometeen met Daan en Eefje. En daarna gaan we door richting het Rijksmuseum, kijken wat daar gebeurt, vervolgens Stage Entertainment en vervolgens de Arena. En zoals ik net al aangaf, 4 uur komen we terug met het gesprek weer met Daan en Eefje over hoe we dit verder kunnen inzetten. Ik begin, zoals net al aangehaald, met Daan Groenink en Eefje Smits. Daan Groenink is Innovation Officer bij de gemeente Amsterdam. En Eefje Smits is Senior Consultant bij TNO. Daan en Eefje, kunnen jullie mij horen? En kunnen jullie mij zien? Ah, daar zijn jullie. Ja, zeker. Goed jullie zo te zien. Jammer dat dat niet live hier aan tafel is, want ik zag er naar uit om met jullie zo te spreken. Maar in ieder geval fijn om jullie wel zo goed in beeld te hebben. Waarom was voor jullie, want jullie zijn een beetje de drijvende kracht achter vanmiddag, waarom was dit zo nodig? Waarom is deze proeftuin nodig? Nou, laat ik beginnen noemen dat het inderdaad ook deze tijden even kent, we op een andere manier bij elkaar moeten komen. Volgens mij heel goed, normaal gezien het aantal sprekers dat hier vanavond of vanmiddag eigenlijk op de planning staan. Dus daar ben ik blij mee. Deze proeftuinen die zijn eigenlijk heel hard nodig om verschillende soorten branches weer een stapje verder te helpen. Eigenlijk willen we ervoor kijken hoe we bepaalde middelen in kunnen zetten. Om te zorgen dat locaties weer een stukje veilig en verantwoord open kunnen gaan. Mooi. En Eefje? Ja, zeker. Ja, nou voor ons vanuit. We hadden natuurlijk al samenwerking met de gemeente Amsterdam. En van daaruit zijn de gesprekken ook gekomen. En voor ons is vooral van belang dat wij onze kennis en innovaties inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. En met een crisis als deze. Dan wil je daar natuurlijk een bijdrage aan leveren. Dus wij zijn heel blij dat we deze samenwerking samen met Amsterdam en de verschillende partijen die vandaag ook aan bod komen, zoals Arena, Stage en het Rijksmuseum, dat we die op hebben kunnen zetten. Mooi. En vooral ook met de insteek om lessen te leren die deelbaar zijn met de hele branche. Dus ik ben heel blij dat we dit vandaag zo kunnen doen. Zeker. En daarom is, want dat is dus ook het doel van vandaag. Zoveel mogelijk lessen delen en zorgen dat mensen weten wat er allemaal kan en wat er niet kan. Of misschien wat nog onderzocht moet worden. Ja, zeker. Ja. We zitten nu nog wel midden in het onderzoek, maar we hebben aan de voorkant met elkaar uitgesproken. Als we tussentijds al inzichten kunnen delen of tussentijds resultaten kunnen delen, moeten we het vooral doen. Want we zitten midden in de crisis, iedereen heeft vragen en wil vooruit. En dan zou het zonde zijn als we tot het einde van de looptijd van het project gaan wachten. Terwijl er nu wellicht al inzichten zijn waar de branche iets mee kan. Dus daarom dat we nu vandaag zo bij elkaar zijn. Mooi. Het is dus inderdaad echt van, het is nu onder druk. We staan nu onder druk, we moeten nu handelen. Daarom gaan we nu al delen, ook al is het nog niet allemaal klaar. Dat is wel goed om te onthouden als we met de verschillende proeftuinen gaan praten natuurlijk. Dat er helemaal geen definitieve conclusies te trekken zijn, maar wel hele mooie voorlopige conclusies. Zeker.
wij komen, wat ik net al zei, we komen een uur of vier komen we bij elkaar terug. Is er nog iets wat je mee wil geven aan de mensen die nu meekijken, meedoen vanmiddag, waar ze op moeten letten? Waar ga je zelf op letten? Absoluut. Iedereen is welkom in een chat te reageren. Hoe zij of deelnemers hier eigenlijk op eerste instantie een reactie op willen geven. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar welke vragen bij andere organisaties eigen leven. Want de insteek van deze proeftuin is ook om hier lessen op te doen die breed benut kunnen worden. Nou ja, dus als we een beter beeld krijgen van organisaties ook vandaag aanwezig zijn, dan kunnen we onze rapportage, in ieder geval de tussentijdse resultaten, in zo'n manier presenteren dat het voor iedereen sneller te benutten is. Helder. Dus betekent dat we dus vooral heel veel informatie gaan verzamelen, gaan delen, maar ook kijken wat leeft er nog verder onder het publiek wat vandaag kijkt en natuurlijk de mensen die hier vanuit hun werk of andere manieren mee bezig zijn en bij betrokken zijn. We gaan naar de verschillende casussen, namelijk naar het Rijksmuseum, kijken wat ze daar gedaan hebben. En daarvoor spreek ik met Raymond de Jong, en hij is hoofdveiligheidszaken van het Rijksmuseum. En ik spreek met Maarten Schot, ook van TNO. Hij is daar researcher en projectmanager. Raymond en Maarten, zijn jullie er? Ik ben er, Servaas, ik hoor je. En ik zie je. Ik hoor en zie je ook. Ja. Ja. Super. Heel fijn om jullie in ieder geval hier zo te treffen. Raymond, waarom doet het Rijksmuseum hier aan mee? Nou, omdat de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden heel groot zijn op dit moment, Servaas. Ik kijk op dit moment ook letterlijk naar het Rijksmuseum en dan is het contrast met vorig jaar, waarin we ons topjaar hadden, het Rembrandtjaar, 2,7 miljoen bezoekers, tegen een handjevol bezoekers vandaag de dag, is enorm. En eigenlijk is het vraagstuk wat we vorig jaar hadden, hoe krijgen wij die enorme hoeveelheid bezoekers in dat pand, wat natuurlijk per definitie beperkt is, hoe krijgen we dat allemaal erin op een manier waarop iedereen van de kunst kan genieten, verschilt eigenlijk niet zo gek veel als de vraag die we ons vandaag stellen, hoe kunnen zoveel mogelijk mensen dat museum in en dan op een veilige manier en dan even goed nog van die kunst genieten. Dus die vraag is hetzelfde en daar hebben we innovatie voor nodig. Alleen het is dan met veel minder mensen die daar dan, die er moeten, maar het is nog steeds hetzelfde principe. Maar zijn dan ook niet de lessen van voor corona ook gewoon toe te passen nu? Wat maakt dit anders? Het maakt anders dat de aantallen natuurlijk anders zijn. Maar in essentie is dat vraagstuk van spreiding is voor een groot deel is dat hetzelfde. En voorheen moesten mensen gespreid worden omdat ze daarmee natuurlijk, daarmee konden we die grote hoeveelheid mensen ook kwijt. En vandaag de dag is die spreiding van belang dat we die 1,5 meter moeten waarborgen. Helder. Ik krijg een, dat is voor de mensen die meekijken, ik krijg een opmerking vanuit de regie. En zij zeggen dat niet iedereen kan inloggen, maar wel kan meekijken. Maar lukt dat dus niet? Gebruik dan als wachtwoord Jane, J-A-N-E, met een hoofdletter J. Blijkbaar helpt dat. Raymond, ja, dat is belangrijk, want mensen moeten mee kunnen doen. Dus het is ook meteen een mooie haakje om richting de mensen die meedoen te zeggen, als je vragen hebt, stel ze, dan kunnen wij ze betrekken en kan ik het ook nu meteen vragen aan Maarten en Raymond. Raymond, dus je gaat echt door op de oorspronkelijke maatregelen, maar voeg je daar die dingen aan toe. En waarom heb je dan TNO op zo'n project als dit daarbij nodig? Want je zou zeggen, nou, bedoel, je hebt alles al in huis. Nou, we hebben vooral de ideeën hadden we wel in huis, maar het is best heel erg complex. En daar zal TNO zo meteen natuurlijk inhoudelijk over vertellen hoe dat allemaal in zijn werk moet gaan. Het is namelijk best complex. Kijk, anders dan in een pretpark, stel ik me zo voor, waar die attracties altijd op dezelfde plek staan, is een museum eigenlijk, dat verandert voortdurend. Tentoonstellingen veranderen, locaties van kunst veranderen, de interesses van bepaalde doelgroepen die veranderen en die variëren ook per dag en per hoogseizoen wat verschilt. Internationaal bezoek varieert in interesses. Dus dat is heel eigenlijk diffuus per dag en dus wil je eigenlijk ook real-time kunnen bepalen welke interventies je zet op die vloer. Nou, dat vraagt om veel statistiek, daar is TNO natuurlijk veel sterker in dan wij. Maarten en Raymond, jullie hebben beide een presentatie. Wie gaat ons erheen dan? Je viel even weg, Servaas. Maar ja, we hebben een presentatie. Wie gaat ons erheen? Geen jij, Raymond. Als de presentatie
gaat over het model van TNO, dan kan TNO het beste laten zien. Ja. Ik geloof dat er nog wel een praatje bij zit van het Rijksmuseum zelf. Dat is de vloer, Maarten. Maar dat ga ik gaan. En kijk naar de. Het is stil. Ben ik nog in beeld? Ja, je bent in beeld, maar je staat stil bij mij. Ik kijk naar. Ja. Misschien dat Maarten daar dan bij komt. Het spijt me, mocht je nog kunnen horen, blijkbaar de storing. We hebben iets vertraging, laat dat op, maar gelukkig lap ook niet voor op het scherm. Mijn excuses daarvoor. Een paar mensen geduld, alsjeblieft. Mijn excuses. We hebben even wat tijd nodig om dit te kunnen doen. Kan wel alvast de presentatie in? Van het Rijksmuseum die nu klaar staat, die je nu op beeld hebt, Maarten, ga je gang. Ja, ik hoor mijn naam, dus dan. Oké, ik ga wat vertellen. Ik hoop dat het allemaal goed doorkomt bij de kijkers thuis. Dus wij bij TNO zijn inderdaad gevraagd om te helpen bij het vraagstuk van het Rijksmuseum. En dat gaat in het kader van crowd simulation, dus de grote term die erbij komt kijken. Dus we gaan simuleren hoe mensenmassa's zich gaan gedragen. Nou, dat is op zich niet heel erg nieuw, dat doen we inderdaad pretpark en andere instanties ook al. Maar nu in deze coronatijd komt er echt wel een ander vraagstuk bij kijken. Het gedrag van mensen verandert dermate snel dat je dus heel moeilijk historische data kan gebruiken om jouw simulatiemodel te gaan voeden. Als voorbeeld, een jaar geleden hebben mensen nog steeds met de telefoon gelopen en nu wordt het net een beetje meer. Maar nu is er één persconferentie op dinsdagavond en ineens houdt iedereen 1,5 meter afstand. Of het Rijksmuseum heeft andere routes in gedachten en gaat die uitproberen, dus gaan mensen anders door het museum lopen. We hebben dus een simulatiemodel nodig, wat zich heel erg snel en dynamisch kan aanpassen aan een nieuwe situatie. En dat is een hele grote uitdaging, want wat je dus eigenlijk graag zou willen als Rijksmuseum, is herkennen waar de knelpunten zijn. Dat zien we hier links in het plaatje. De rode kamer zou een knelpunt kunnen zijn. En daar iets aan gaan doen, met een maatregel. En een maatregel kan weer van alles zijn. Het kan een hele zachte maatregel zijn, zoals een kunstwerk aan ergens anders ophangen, dat de liefhebber ergens anders naartoe loopt. Het zou een wat harder kunnen zijn met een looproute die je gaat veranderen, of een inrichtingsverkeer. Of een hele harde maatregel waar gewoon een deur helemaal dicht is. Het gedrag van die bezoeker gaat zich dus aanpassen aan die maatregel. En als de deur dicht is, kan die niet door de deur. Dat vraagt iets aan het simulatiemodel, want het model kan dus niet heel erg hard gecodeerd hebben dat deze bezoekers door die deur heen lopen. Omdat die deur dan misschien gewoon dicht is. Dus we proberen op basis van die historische data een voorspelling te maken van hoe die bezoeker door het museum loopt. En dynamisch reageert op de nieuwe situatie, zodat je dus een maatregel kan uitproberen. En dan hopelijk kom je in een situatie zoals die hier rechts te zien is. Dat je hier is het voorbeeld een inrichtingsverkeer plaatst. Wat dus dit knelpunt een stuk oplost. Nog niet perfect, maar een stuk beter maakt. Dus we proberen dus een soort van alfabetentest te maken, AB-test, voor de situatie en na de situatie, en een voorspelling te maken van na de situatie. En dat doen we dus heel erg data-gedreven ook. Wij gebruiken data van bijvoorbeeld de ticketscans, van de entree van mensen. Wij gebruiken data van de appgebruikers die door het museum lopen. Zo weten wij hoe een bezoeker het museum bewandelt. En die data gebruiken we dus ook om de digitale tweeling van zo'n bezoeker in te vullen met wat hij nu gaat doen. Hij heeft behoeftes, hij wil graag een drankje doen, hij wil graag de nachtwacht zien. En zo gaat hij door het museum. En het mooie hiervan is ook, als je dus een maatregel gaat uitproberen, bijvoorbeeld die route die je gaat veranderen, dan ga je dus dat uitproberen. En je verzamelt dus direct weer nieuwe data, die je direct weer het model invoeren. Dat betekent dat die simulatieomgeving up-to-date blijft.
je blijft bij met de huidige stand van zaken en je kan dus de nieuwe waarheid, die dus elke week verandert, gebruiken om een accurate nieuwe voorspelling te gaan maken. Duidelijk. Een vraag over. Ja, nou ja, maar dat betekent dus, dus ik kom ergens heen lopen, ik wil mijn favoriete schilderij zien. En dan krijg ik dus op een manier de nieuwe route te zien, dat het me niet irriteert of dat ik niet denk van, oh, ik moet nu allemaal nadenken welke route ik loop, maar gewoon dat het zo instinctief mogelijk gaat. Is dat goed, dat ik begrijp? Ja, welke maatregel wij gaan uitproberen, dat is natuurlijk in samenspraak met het Rijksmuseum. Er zijn hele zachte maatregelen en hele harde maatregelen. En wij proberen dus vanuit het simulatiemodel gewoon te voorspellen wat de bezoeker nou zou gaan doen. Hè? Als je een route gaat in het museum, ja, dan gaan een aantal mensen gaan die route volgen. Maar een aantal anderen ook weer niet. Er zijn andere maatregelen, die zijn dus heel hard. Hè? Met die deur dicht doen, nou, dan heb je die keus. Je hebt ook hele zachte maatregelen met, denk aan de Efteling. Nou, er zijn nu zoveel bezoekers die bij deze attractie staan. Nou, dan suggereer je aan mensen dan toch een andere kant op te lopen. Dat is dus ook je 20 minuten wachten en als je daarin gaat, dan zit je 10 minuten wachten. Dat hij daar een beetje. Ja, precies. Ja. En dat is een zachte maatregel. Nou welke maatregelen geschikt zijn en gewenst zijn, dat moet altijd in samenspraak met het Rijksmuseum. Want we moeten natuurlijk ook de beleving van de bezoeker hier centraal stellen. We kunnen wel zeggen dat je heel erg hard deze route moet gaan lopen. Je mag niet langer dan 10 seconden bij elk schilderij staan. Maar dat komt de plezier van het bezoek natuurlijk niet ten goede. Nee, en dan ga je bijna een soort van ruzie aan met de bezoeker. Van je moet deze kant op en dan gaan mensen de contamine. En dan werkt dat niet. Duidelijk. Ja. We hebben een sprekersvraag. Dave vraagt, wat betekent nieuwe voorspelling? Betekent nieuwe voorspelling ook wekelijk, dagelijks nieuwe looproutes? Dus is het ook iets wat je misschien zelfs meerdere keer per dag compleet verandert? Als die looproutes digitaal zouden zijn via de app, dan zou je dat wellicht ook op de dag kunnen gaan veranderen. Op het moment dat je natuurlijk stickers plakt op de muren, dan is het natuurlijk wat lastig om die routes te gaan veranderen in het museum. Maar dus met zo'n oortje wat ik nu draag, of jij draagt, en je hebt zeg maar een audio guide, dan kan je dus eigenlijk gedurende een dag of zelfs gedurende een week kan je dat dus veranderen. Ja, zeker. Hè? Dus je zou dat bijna real-time kunnen gaan veranderen als je daar de digitale middelen toe hebt. Nu loopt natuurlijk niet iedereen met zo'n audioguide door het museum. Dus je moet ook aan de mensen denken die dat dus niet hebben. Maar dat is zeker een hele maatregel die je zou kunnen gaan uitvoeren om live, als je die data hebt, de bezoekers te gaan sturen in het museum om die knelpunten voor te zijn. Mooi. Hey, nog een vraag wat van tevoren gesteld is, bij de mensen die het hebben aangemeld. Er kwam de vraag over, hebben jullie ook zaken ontdekt die je nog niet wisten? We hadden natuurlijk net over van, eigenlijk is het gewoon, ja, gewoon eigenlijk een ander schaalniveau van beleid wat je eigenlijk al zal hebben. Nou, daar kwam natuurlijk al tegenaan dat er heel veel middelen en nieuwe tools van TNO nodig waren. Maar zijn er nog andere dingen waar jij ook als onderzoeker tegenaan bent gelopen wat je niet wist? Ik loop zelf natuurlijk heel erg tegen de praktische problemen aan die het Rijksmuseum zoal heeft. Dat is iets waar ik dan natuurlijk niet bij stil ben als onderzoeker van, hey, dit is eigenlijk ook gewoon een probleem. Je denkt dat, bijvoorbeeld het binnenkomen in het museum. Dus daar heb je een tourniquet en daar moet je doorheen. Als je het museum bezoekt, dan is dat een klein stapje en je bent zo binnen. Ja. Maar op het moment dus mensenmassa's gaat simuleren, die dus door dit soort ingang naar binnen moeten. Nou, dat kost tijd. En afhankelijk van hoe je dat dus inregelt, hè, of je voor het tourniquet gaat scannen, of na het tourniquet, of nog veel later binnen het atrium. En dat heeft dus echt hele grote effecten op die doorstroom van mensen. En wellicht nog groter als ik initieel had gedacht. En ik krijg nu ook een vraag binnen van Wouter. En hij vraagt, voeren jullie ook digitale maatregelen door? Zo ja, welke? Nou ja, dat heb je natuurlijk net al gezegd, doordat je dus kan sturen in de app en met de audioguide. Maar zijn er ook andere waar we nog verder aan kunnen denken? Op dit moment heb ik nog geen maatregelen die ik zo te zeggen doorvoer. Hè. Er zijn vooral simulaties die gaan draaien, waarin wij maatregelen kunnen gaan uitproberen voordat we ze echt doorvoeren. De maatregelen die je uitvoert in de simulatie. Niet in het... In de simulatie. Ja. De eerste die wij willen gaan uitproberen, en die staat er nog net niet, we zijn natuurlijk nog bezig, is het openen van een extra ingang. Dus we zijn nu aan het kijken,
hoe zijn die bezoekersstromen die dus van het buitengebied naar die ingang lopen? Nou, die hebben dus nu één ingang met deze coronatijd. Die lopen dus naar die ene ingang toe. En wat doet het nou eigenlijk als je een tweede ingang erbij zet? Nou, welke kant van het Rijksmuseum gaat naar welke ingang? En hoeveel schaalgrootte kan je winnen door die tweede ingang erbij te zetten? En kan je misschien nog iets doen met een derde ingang? Of is het toch beter om meer uitgangen te hebben? Die scanpalen naar voren of naar achter plaatsen. Dat is natuurlijk allemaal interessante variaties die je eigenlijk zou willen gaan uitproberen. Nou, en dat is de eerste. Dat simulatie is heel interessant. Ja, precies. Dus dat is dat eentje waar we naar willen kijken. En het tweede is inderdaad een alternatieve indeling van de looproutes. Om te kijken of die nog geoptimaliseerd kan worden. Duidelijk. Raymond, eigenlijk dezelfde vraag ook voor jou. Zijn er ook dingen die jullie hier aangeleerd hebben waar jullie zelf niet aan gedacht hebben? Nou, een van de dingen die ons hier wel opvalt is dat verschillende informatiebronnen elkaar kunnen versterken. Dus we zijn als beveiligingsorganisatie natuurlijk vaak heel erg geneigd te denken aan oké, dit is bijvoorbeeld informatie die uit veiligheidssystemen komt en die dienen alleen dat doel. Terwijl als je dat combineert met bijvoorbeeld kennis die je krijgt uit ons ticketing systeem of kennis die je krijgt uit onze museum app, dan die combinatie van informatie die versterkt elkaar natuurlijk heel erg. Dat moet uiteraard allemaal binnen de kaders van de juridische mogelijkheden en beperkingen. Zeker. Maar als je het voor elkaar krijgt, is dat wel sterk. Dat is zeker het pad wat we verder gaan uitlopen. Mooi, leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit landt. En fascinerend en erg interessant wat jullie laten zien. Ik ben, we moeten gewoon kijken hoe het hier verder uitloopt. We gaan zo verder naar de volgende case. Maar voor nu enorm bedankt, Raymond en Maarten. En tot wellicht later. Want wij gaan door naar de... of wil je nog iets kwijt aan de webinar? Want dat is natuurlijk ook het forum. Nee. Dan gaan wij door naar de volgende case. En dat is namelijk Stage Entertainment. En daarvoor spreken we met Fleur Meuren en Carolien van der Weert. En Fleur is Chief Operation Officer bij Stage Entertainment. En Carolien van der Weert is Senior Consultant en Customer Behavior Onderzoeker bij TNO. Leuk dat jullie zijn, fijn. Goed jullie te zien. Goedemiddag. Hoe luister je naar het vorige gesprek? Ja, dat, Carolien, jij kent het waarschijnlijk al, maar Fleur, kende jij dit verhaal? Nou, we zijn natuurlijk bij elkaar betrokken, hè, met deze proeftuinen. Dus een paar dingen wist ik al wel. En ik heb ook wel eens contact met het Rijksmuseum, maar niet in deze mate van detail, nee. Dus dat is natuurlijk zeker leuk om te horen. Hè, en ook wel goed om te zien in hoeveel richtingen je kunt denken en wat voor mogelijkheden er nu onderzocht worden. Ja, want we hebben net een beetje gezien waar het dan bij het Rijksmuseum tegenaan loopt en waarom het bij hun nodig is. Maar waarom is dat bij jullie nodig? Laten we beginnen. Wat is Stage Entertainment voor de mensen die dat niet weten? Ja, dus wij produceren musicals. We hebben twee theaters in Nederland waar wij grote musicals op het toneel brengen. En we doen dat wereldwijd. Dus we spelen vast 16 theaters. Op verschillende plekken ter wereld. Ja, bijvoorbeeld Tina Turner, Anastasia, nou, veel grote titels die bij ons in de theater staan. En dat is natuurlijk heel anders dan een museum. En wij hebben, nou ja, normaliter tussen de 1400 en 1800 bezoekers in een theater. Dat zijn mensen die komen allemaal op hetzelfde moment min of meer binnen. En vervolgens brengen ze een groot deel van de avond zittend op een stoel door. Dat is natuurlijk een heel ander gedrag dan wat we in een museum zien. En ik denk, er zijn volgens mij onder de mensen die meekijken nu vanmiddag veel mensen die vergelijkbare elementen hebben in hun evenement of wat ze dan ook organiseren. En daar zien we dat je met 1,5 meter dat eigenlijk niet heel lang heel goed kunt blijven doen. Je kunt het organiseren, maar ik denk dat er weinig bedrijven zijn die daar een levensvatbare business case uit, een levensvatbare situatie uit weten te halen. Dus er is echt een directe urgentie om te kijken hoe kun je toch je theaterstuk, je musical brengen voor meer mensen dan eigenlijk met 1,5 meter kan. En zijn er andere manieren waarop je het ook kunt organiseren en dan wel een veilige situatie hebt, mensen het ook als veilig ervaren en mensen het bovendien als prettig ervaren. We zijn natuurlijk daarin gefocust op ons publiek en onze werknemers. Het moet voor iedereen werken. Maar liefst wel met wat meer mensen dan we met die 1,5 meter kwijt kunnen. Ja, want ik kan me dat helemaal voorstellen, want je hebt natuurlijk bij normaal gesproken hoeveel mensen kunnen in jullie zalen? Een paar honderd neem ik aan, wel meer waarschijnlijk.
Veel meer, hè? Dus 1500, ja. 1600, nog meer mensen. In Circus Theater hebben we nog meer stoelen. En ja, en daar heb je natuurlijk doen? Ook wel... Nu in Utrecht kunnen we met 1,5 meter maximaal 450 mensen kwijt. Nee, dus je zit ruim ja, onder een derde van wat je normaaliter zou hebben. Nou ja, daar hoef je geen rekenwonder voor te zijn om te snappen nee. dat dat hartstikke moeilijk is om dat bol te werken. Maar zelfs bij de... Bij deze, dat rekenwonder, wat je dan niet hoeft te zijn om dat uit te werken, dat het niet lukt. Maar zelfs bij die setting, hoe kom je dan binnen? Hoe gaat dat dan? Want dan loop je nog steeds ja. tegen problemen aan, neem ik aan. Op de trappen, ja, bij de wc's, nou, dat en de hebben wij inmiddels. Oh, sorry. Ja. Dat nee, klopt, daar zijn knelpunten en daar hebben we naar gekeken. Dat hebben wij, daar moet ik zeggen, en dat met ons ook andere industrie, maar wij ook. Dat hebben wij georganiseerd. Zowel zo hoe we een show produceren, als ook. Publiek kan binnen die 1,5 meter veilig binnenkomen. En dat heeft met van alles en nog wat te maken. Het zijn allemaal gedetailleerde protocols. Waar komen mensen binnen? Komen mensen gefaseerd binnen? Hoe placeer je mensen? Hoe organiseer je de logistiek inderdaad rondom eten en drinken, rondom toiletbezoek? Dat kan, maar boven die 450 mensen kom je niet uit. En ik, nou ja, ik weet wel zeker dat ik voor velen spreek... Dat als je verder iets wil, je kan niet heel makkelijk opschalen en zeggen van nu ga ik van 1,50 meter naar 1,40 meter en heb ik opeens een ander model. Dus we moeten toch nog even verder kijken dan dit. En ik heb ook eigenlijk wel vertrouwen in dat er ook andere manieren zijn, nou die op zijn minst de moeite waard zijn om serieus te onderzoeken, om als alternatief aan te wenden, om toch die stap te maken naar hogere bezoekersaantallen in de theaters. He, en het is natuurlijk een beetje rare timing misschien vanmiddag, omdat we zien dat veel maatregelen op dit moment misschien juist verscherpen. Maar desalniettemin, ik ben ontzettend blij dat we met TNO hier naar kijken. En kijken wat zijn nu de mogelijkheden, wat kunnen we nog meer? Want het is nodig. He. Theaters, live entertainment is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij. Zeker. En we willen dat heel graag voortzetten en brengen, maar het moet voor iedereen kunnen. En Carolien, hoe kijk jij ernaar? Jij bent hierbij betrokken geraakt? Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ook uit persoonlijke liefde voor theater overigens. Ja. Maar je vroeg net zelf als hoe ik dan luister naar de case van het Rijksmuseum. Kijk, waar een interessante connectie zit, is dat Maarten noemt dan dat je ook bijvoorbeeld de softe nudges hanteert om mensen ja. tot bepaald gedrag te bewegen, bepaalde looproute. Eigenlijk kun je zeggen dat wij daar in deze pilot dat stapje verder in gaan. Hoe doe je dat nu? Wat motiveert mensen om zich aan bepaalde maatregelen te houden? Wij zeggen dus ook dat de beleving, dat wordt al een paar keer teruggekomen, de beleving dat beïnvloedt uiteindelijk hoe men zich wil gedragen. Dus dat is eigenlijk de insteek die wij binnen deze theaterpilot hebben gekozen. Is natuurlijk zoals nou, Fleur ook zegt... Wat mijn afvraag is namelijk, als je binnenkomt, ik kom binnen met je kaartje, ik ga het theater in en dan staat waar ik op moet staan en op mijn kaartje staat ook welke route ik moet volgen. De meeste mensen doen dat. Dan heb je toch geen softnutje meer nodig? Nee, we hebben ook niet per se naar dat proces gekeken. Waar wij naar kijken, kijk, Fleur heeft het over het verruimen van die aantallen. Nou zijn wij op dit moment zeker niet in staat om dat te koppelen aan of het medisch dan ook kan. Hè? Dus wij stoppen eigenlijk ook op dat punt. Maar wat wij wel zeggen is, kijkend naar een heel palet aan mogelijke maatregelen. Schermen in het theater, mondkapjes natuurlijk een hele actuele. Sneltesten die er mogelijk binnenkort aan zitten komen. Gegeven een palet aan maatregelen wat mogelijk is, waarbij we dus niet zeggen dat als je dat inzet, dat je dan besmettingsgevaar bekomt, dat moet allemaal nog getoetst worden. Maar gegeven dat je zo'n palet inzet, hoe kun je dan voor zorgen dat het niet aan de beleving inboet? Of als het in onze analyse zo blijkt dat het te veel aan beleving inboet, doen we het dus überhaupt niet? Of zouden we dat niet voorstellen? Hoe kun je nou zo'n maatregel op zo'n manier inzetten dat het oké is voor een theaterbeleving, waarin plezier en toch ook wel verbondenheid met elkaar centraal staat? En hoe kun je dan ook eventuele gedragsinterventies introduceren in dat hele proces van je bezoek? Om dus ook even mensen eraan te herinneren dat ze bijvoorbeeld op tijd dat mondkapje af moeten zetten of...
hoe ze bepaalde dingen moeten doen. Dus dat zijn eigenlijk de stappen die wij nemen. Dus je gaat uit van een divers palet aan maatregelen. Die toetsen we nu. Hoe dat, wat voor invloed dat heeft op hoe mensen een theaterbezoek beleven. En dan dus ook hoe je dan via gedragsinterventies ook kunt zorgen dat men zich conformeert. Helder. Wat, maar waar moet ik dan aan denken bij gedragsinterventies? Wat is dat dan? Ja, nou kijk, laat ik eerst al zeggen. Ja. Dan wil ik eigenlijk eerst even kort naar hoe wij de belevingstoets insteken. Want dat koppelt dan ook weer gauw aan de gedragsinterventies. Hoe wij maatregelen toetsen op beleving is eigenlijk op 3 niveaus. Daarbij volgen we ook een bestaand model, ontwikkeld bij TNO, het User Experience model. En dat bestaat, dat ontleedt eigenlijk maatregelen op 3 niveaus. Namelijk de functionaliteit, hoe werkt het, hoe moet je iets doen, hoe moet je een kapje opzetten bijvoorbeeld. Wanneer in het proces moet je dat doen. Het tweede niveau is de esthetiek. We weten uit de jarenlange ervaring dat heel belangrijk is. Hoe voelt iets? Hoe ziet iets eruit? Is het prettig om naar te kijken? Dat beïnvloedt hoe mensen reageren. En de derde laag is de waardelaag, wat wij zeggen. Wat voor invloed heeft het op wat mensen als belangrijke waarden in hun leven zien? Veiligheid is een hele belangrijke. Plezier is er ook een. En een van de belangrijkste waarden van mensen is verbondenheid. Nou, wij analyseren diverse maatregelen op die 3 niveaus. En dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld mondkapjes. Doordat je het gezicht niet geheel kunt zien. En dat beïnvloedt de wijze waarop je de emoties van anderen kunt interpreteren. Uit onderzoek blijkt dat mondkapjes daardoor sneller conflict bijvoorbeeld kunnen veroorzaken. Nou, de acceptatie wordt overigens steeds groter, hè? Dat is duidelijk. Maar dus, hoe kun je nou juist wel een gevoel van verbondenheid creëren? Daar komt die gedragsinterventie dan mee kijken. Hè? Stel dat een mondkapje op een gegeven moment een oplossing zou kunnen zijn voor verruiming van het aantal bezoekers. Dan weten we dus dat het wel door het gebrek aan emotie in kan leveren op een belangrijk gevoel van verbondenheid. Nou, en dan kom je dus in de interventies dat je bijvoorbeeld zou je bijvoorbeeld allemaal hetzelfde mondkapje kunnen gaan dragen. En dat het een collector's item is bij die show. Kun je daarmee dan een gevoel van verbondenheid creëren. Met een goede glimlach erop. Zodat mensen allemaal vrolijk zijn. Ja, bijvoorbeeld. En Fleur, hoe kijken jullie daar? Want is dit dan, was dit nieuw voor jullie? Of is het bevestiging van wat dingen die je eigenlijk al verwacht had dat het zou zijn? Nou, kijk, het is natuurlijk, we lichten nu 1 voorbeeld eruit. En er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen die hierop lijken of die net anders zijn. En sommige dingen, die waren niet nieuw voor ons. Andere dingen zijn wel nieuw. En natuurlijk, wij hebben al heel lang volle zalen, dus we zijn best wel ervaren in gasvrijheid, publieksinterventies, hoe doe je dat? Ik vind het overigens heel opvallend. En ik denk dat daar dat ook nog wel iets is, daar praten wij ook veel over, dat een groep mensen in een theater die komen om een voorstelling te zien, dat is best wel een heel beheersbare groep. Dat is wat Caroline ook zegt, met de interventies die je doet, die kun je in het algemeen heel succesvol aanwenden. He, dus mensen die komen, die mogen ook best wel erop vertrouwen dat hoe het georganiseerd is, dat dat ook lukt. He. Wat ik wil zeggen, het is anders als wanneer je naar de supermarkt gaat en iemand op je rug klimt om iets uit het rek te halen. Dat zul je in een theater wat minder snel zien. Maar dat geeft dus wel een andere omgeving en een veilige situatie. Nou, in die zin hebben wij als stage best wel ervaring, maar natuurlijk nul ervaring in deze omstandigheden waar we nu in zitten. Ja, en dat geeft een bijzondere dynamiek. En daar hebben we natuurlijk TNO hard bij nodig. Voor ideeën om dat uit te zoeken. Maar ook, sorry, om dat overtuigend te overtuigen dat we die kant op kunnen. Mooi. We hebben een aantal vragen van het publiek. Erik vraagt, in hoeverre houden jullie naar afstand ook rekening met afzuiginstallatie? Hoeveel maakt het uit? Ventilatie. Misschien eigenlijk voor jullie allebei. Is dat een punt wat meegenomen is? Ja, wij letten als stage natuurlijk letten we erop. Ventilatie uiteraard is natuurlijk een van die dingen. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die op tafel liggen. Afstand, mondkapjes, ventilatie. Wat is de rol daarvan? Ik denk dat nog niemand het grote antwoord heeft gevonden. Hè, maar natuurlijk is ventilatie iets waar we naar kijken. In onze theaters
Wij hebben allemaal vrij nieuwe state-of-the-art theaters waarin dat echt op orde is. Er veel nieuwe lucht in komt. Dus daar voelen wij ons heel erg confident bij als theater. Maar wat de rol daarvan is en hoe daar naar gekeken wordt, ja, daar kan ik natuurlijk als bedrijf niet veel over zeggen. Dat is meer op de weg van TNO om daar iets van te vinden. Caroline, kan jij daar iets over zeggen? Nou, dat is ja, inderdaad. Dat is aardig dat je dat zegt, inderdaad, Fleur. Want wij hebben bijvoorbeeld ook de ventilatie meegenomen in onze maatregelen. Ventilatie is natuurlijk iets wat wat betreft cognitief vermogen, zeggen we dan, weinig van mensen vraagt. Want dat is er. Ja. Vertrouwen is echt een codewoord in deze. Wij doen ook interviews met stagebezoekers. En ja, je ziet dat met name mensen een zeker gevoel krijgen als ze uit kunnen gaan van het gedrag van anderen. Hè? En niet eens per se dat van zichzelf. Dat vertrouwen, ventilatie speelt daar dus ook een rol in. Wat wij daar als mogelijke interventie is dat je heel duidelijk maakt, eigenlijk van tevoren al in je marketing, dat je dus met de nieuwste ventilatiesystemen werkt bijvoorbeeld, maar ook maak maar duidelijk in de zaal waar het ventilatiesysteem hangt. Dus op die manier hebben wij dat ook in onze analyse. Dan moet ik even bij de ventilatoren zitten, want oh, daar ben ik veilig. Wat zeg je? Sorry. Gaat dan niet iedereen meteen bij de ventilatoren zitten? Ja, nou ja, goed. Dat kan. Nou ja, of je zegt erbij wat de kracht van die ventilator is. Of bijvoorbeeld, hebben we ook al, maar ja, dan ga je steeds verder. Dat je bijvoorbeeld ook mensen zelf persoonlijk inzicht geeft via een app. In de luchtcirculatie en hoe het met CO2 zit bijvoorbeeld. Hè. Er zijn ook al initiatieven gaande. Dus dat zouden mensen gerust kunnen stellen. Fascinerend. We hebben ook een vraag van Jurgen. En hij verwijst naar een dancefestival in China. Waar met een stevige check-in door middel van temperatuurmetingen. Mensen worden gecontroleerd eigenlijk en gescand bij entree. Is dat ook iets wat jullie hebben meegenomen? Ja, we hebben daar ook wat na de corona. Ja, ja. En er zijn theaters die dat ook gedaan hebben. Wat mij betreft is daar natuurlijk, zijn er twee dingen. Eén is, wat is de daadwerkelijke, waar leidt het toe om dat te doen? Is dat een signaalfunctie voor anderen? Van let op, we nemen het serieus en denk daaraan. Hè, die check-in, het is belangrijk, kom niet als je anderen kunt besmetten of wat dan ook. Of is het om daadwerkelijk mensen daaruit te halen en wat is dan de impact daarvan? Hè? En vanuit deze optiek hebben wij, Caroline, daar ook veel over gehad, over dit instrument. Exact. Ja, je noemt precies de goede dingen. Daarnaast heb je natuurlijk ook wel wat privacy, wat mogelijk in China iets anders in elkaar steekt dan hier. Maar precies wat Fleur zegt, hoe geef je daar een opvolging aan? Interessant is trouwens dat we wel terugkrijgen dat mensen het niet zo heel storend zouden vinden om even die temperaturen op te laten nemen. Maar ja, dan vanuitgaande van ik ben toch gezond als ik kom, dus dan loop ik daarna gewoon door. Maar als je dan binnenkomt, word je gescand. Ja. Maar dat wordt ook meteen verwijderd. Dat is even ter plekke de beveiliger ziet dat. Dat kan, ja. Dat kan qua privacy, ja. Maar goed, nou ja, op een gegeven moment zul je mogelijk ook misschien de sneltesten gaan krijgen. Natuurlijk de vraag hoe breed die voorradig zijn. Dat zou daar een mogelijk alternatief voor zijn. Ik denk wat belangrijk is bij al deze dingen is ook in hoeverre, en dat is wat Caroline al eerder zei, wat is het vertrouwen dat het publiek heeft op de maatregelen die je neemt. En daarin zie je natuurlijk ook dat het zich ontwikkelt. Een aantal maanden geleden was een mondkapje op in Nederland niet iets wat veel besproken werd. En ik ook niet, ik denk niet noodzakelijkerwijs dat mensen daar toen veel vertrouwen aan hechten. En daar zie je nu een verandering komen. Dus ik denk ook bij de maatregelen die je op een gegeven moment neemt, los van zijn ze effectief, je wil dat mensen het vertrouwen hebben om te komen. Dus mensen moeten die maatregel ook als een zinvolle maatregel zien. Dat is cruciaal. Ja. We gaan bijna aan het einde van dit blokje. Enorm fascinerend om te horen hoe jullie daarmee omgaan. Dank jullie wel voor dit moment. Is er nog iets wat jullie willen delen daarover? Nieuwe ervaringen die je hebt opgedaan of juist een heel grappig nieuw beeld wat ontstaan is?
Ja. Ja. Wat zeg je? Nou, ik denk het is sowieso interessant en om er dieper over na te denken. Wat beweegt mensen? Ook om te zien dat mensen heel graag willen komen. Dat vond ik echt heel erg leuk leerpunt in de afgelopen weken. Om te zien dat ook nu we zien dat sommige dingen met corona misschien weer spannender worden in de maatschappij. Dat echt mensen heel graag naar het theater of naar live entertainment komen. Wij krijgen fantastische feedback steeds van ons publiek. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. En dat bevestigt ook maar weer wat voor rol het heeft in de maatschappij. En dat we echt moeten doorgaan hiermee. Dus dat was voor mij echt in de afgelopen weken, vond ik dat echt mooi om te ervaren. Dat niet iedereen denkt, nou, ik gooi dit even uit mijn leven voor een paar jaar. Nee, mensen zijn heel erg, willen heel graag terugkomen, willen graag kaartjes kopen, zijn geïnteresseerd. Dat is mooi om te zien. En ik denk dus ook dat we echt ergens gaan komen, maar het vergt veel. Dat sluit ook mooi aan bij een vraag die nu op dit moment binnenkomt van Gerard. En hij vraagt, hoe meet jullie beleving dan? Is dat door interviews? Is het door te kijken hoe mensen zich bewegen? Of andere routes? Kun je daar iets over zeggen? Ja. Dat is veel internationale analyses die we daarop doen. En we zijn interviews aan het houden. Maar we zeggen wel, het is nu allemaal op het niveau van... Ja. Internationale analyses, dus allerlei... wat is dat? Er zijn bijvoorbeeld allerlei wetenschappelijke studies al over diverse maatregelen. Dat gaat echt ontzettend snel. We kijken naar wat er in internationale theaters is gebeurd. Overigens, dat wordt vast nog gezegd, maar alles komt ook beschikbaar. Hè? Onze analyses ook. Ja, dus dat nemen we mee. Daar zit ook een uitwisseling met experts bij en interviews met bezoekers. En wij hopen natuurlijk... dit ook in experimenten die medisch zijn toegestaan, op een gegeven moment ook echt in de praktijk te kunnen toetsen. Super. Hartstikke bedankt voor nu. En inderdaad, we gaan het allemaal nog delen sowieso vandaag. Dit wordt ook opgenomen en is later terug te kijken. Dus dan kunnen we het ook nog een keer goed tot ons door laten dringen. Hartstikke bedankt voor nu. We gaan door naar de volgende case. En dat is namelijk de Arena, de Johan Cruijff Arena. En daarvoor spreek ik met Willem Heven. De Arena is wat later aangeschoven dan, of het later in het project aangeschoven dan de andere. Dus daardoor ook nog wat minder ver in resultaten, of in ieder geval voorlopige resultaten. Maar Willem, welkom. Fijn dat je er bent. Waarom wilde je zo graag hier aan meedoen? Nou, wij werken al langere tijd samen met onder andere de gemeente Amsterdam en ook TNO. Onder andere aan het project De Digitale Perimeter. En toen de coronatijd begon en we vrij snel ook vanuit de evenementensector op slot gingen, zijn we heel snel vanuit die lopende samenwerking wederom in gesprek geraakt met TNO en de gemeente Amsterdam om te kijken of we voortbordurend op de bestaande samenwerking de arena niet wederom als proeftuin in konden zetten. Hoe om te gaan binnen de huidige crisis. Want we hebben natuurlijk net gezien hoe dat in een museum werkt. We hebben net besproken hoe het werkt in een theater. Maar je zou zeggen dat de arena, daar kunnen heel veel mensen in. En nu wat minder. Maar toch moet je daar voldoende ruimte hebben om veilig en prettig een event te organiseren. Ja, absoluut. En ik denk dat we hebben al behoorlijk wat evenementen weer gehad. Dat gaat ook hartstikke goed. Er zijn landelijk meerdere protocollen opgesteld, onder andere door de KNVB, wij samen met Ajax. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat die eerste evenementen echt prima is verlopen. Van zowel bezoekers hebben te horen gekregen dat ze zich veilig hebben gevoeld. We hebben de dienst allemaal op bezoek gehad, die met ons meekeken en in een adviserende rol. En daar valt in die zin weinig over te zeggen. Ik denk dat dit onderzoek in die zin ook niet het gouden ei gaat zijn. Maar het kan je natuurlijk wel heel erg helpen om op bepaalde zaken het onderbuikgevoel wat om te keren naar daadwerkelijke feiten. En ik denk dat daar echt een grote waarde ligt voor het onderzoek dat wij nu voeren. Dus kan je nog een keer zeggen, dat betekent dat je voor bepaalde zaken het onderzoek wil vertalen naar... Ja, exact. Er zijn dus protocollen opgesteld. Die zijn al in gebruik geraakt tijdens de eerste evenementen.
Daar hebben we veel leerervaringen op gedaan. Maar je ziet ook dat je op bepaalde stukken, voor ons bijvoorbeeld, hè, het aantal mensen op de tribune en het gedrag op de tribune, ja, dat kun je nu nog niet echt gieten in statistiek of in feiten hoe men zich daar gedraagt. En ja, per evenement hebben we ook nog wel eens stappen gemaakt. Hè. We begonnen met eentjes op de tribune, dus tussen iedere persoon 5 stoelen afstand. Inmiddels zijn we naar wat hogere aantallen gegaan, hebben we daar toestemming voor gehad. Nou, dan ga je meer in tweetjes, drietjes en viertjes werken vanuit huishoudens. Maar wat heel moeilijk te meten is of men zich ook aan die 1,5 meter houdt, in welke vorm, of er veel contactmomenten zijn, wat voor type contactmomenten dat dan zijn. En nou, dat proberen we heel erg middels dit onderzoek in wat statistiek te vormen. Dus de duur van zo'n contactmoment, het type contactmoment. Nou, dat zal bijvoorbeeld zijn als iemand naar het toilet gaat, hoeveel bezoekers passeert hij dan? Wat is de gemiddelde tijd van het passeren? Dat soort zaken. Ook om gewoon de discussies of de gesprekken die wij hebben met overheid en diensten, nou, nog wat meer inhoud te kunnen geven. Dus dan wordt het veel meer gericht op wat gebeurt er daadwerkelijk. Een beetje in parallel met hoe je in de trein met de rug naar elkaar toe staat. Dat dan een vroege app zou zeggen, oeh, je hebt misschien corona, want je hebt de hele tijd naast iemand gezeten. Maar dan ben je rug naar elkaar en dan was er niks aan de hand. Precies, kijk, wij hebben nu een evenement gehad met zo'n 12.500 bezoekers. Dat klinkt heel veel, maar als je de arena kent waar normaal gesproken zo'n 55.000 mensen zitten, dan is dat voor ons weer heel weinig of relatief weinig. Dus we denken het op een hele veilige manier te kunnen organiseren. Maar je merkt wel dat veel mensen huiverig zijn en huiverig worden van grote aantallen. En dat betekent dat je meer op de inhoud met elkaar, of meer met elkaar over de inhoud moet gaan hebben. En moet gaan kijken over welke zaken hebben we het dan. Want ja, 12.500 mensen op de tribune, daar weten we nog heel weinig van hoe die zich gedragen. En vooral waar er mogelijk nog verbeterpunten zitten. En dan kan dit onderzoek kan daar dus aan bijdragen om dat dus helderder te krijgen. Dit sluit goed aan op een vraag die nu binnenkomt van Gerard. En hij vraagt of er al beeld is van een reëel besmettingsrisico in stadions. Op basis van de eerste paar weken van de competitie en contactonderzoek van het GGD. Eigenlijk zeg je nu van ja, het is best wel onduidelijk, maar... Nou, ik denk dat heel moeilijk is. Voor wat ik weet, wij volgen natuurlijk ook allerlei studies en hebben veel gesprekken met alle partijen. Maar ik denk dat daar gewoon nog heel weinig over bekend is. En des te meer aanleiding om daar zelf ook onderzoek naar te doen. Uiteraard zijn wij ook niet van de medische kant. Dus we proberen middels dit initiatief in ieder geval een aanleiding te creëren om het gesprek erover aan te kunnen gaan. Juist omdat er nog zo weinig over bekend is. Duidelijk. En we hebben ook een publieksvraag voor jou. Van een van de mensen die we eerder hadden gesteld, deze vraag. En dat was, hoe kunnen we bij indoor sportevenementen publiek toch een leuke sportieve sfeer en veiligheid voor iedereen creëren? Dus je kan van mensen bij een voetbalwedstrijd niet verwachten dat ze niet juichen. Dus hoe doe je dat? Nou, het is heel erg lastig. Ik denk dat ook de grootste struggle is voor organisatoren op dit moment. Je zit natuurlijk heel erg aan die veiligheidskant op dit moment. Dus alles gaat erom om het op een veilige en gezonde manier te organiseren. Maar ja, het doel van het bezoek is natuurlijk dat het ook voornamelijk leuk blijft voor de bezoeker. En dat is wel ongelooflijk ingewikkeld, want het kost allemaal heel veel geld om het überhaupt binnen de lijntjes op dit moment te organiseren. Maar goed, ja, de oorsprong van het bezoek is natuurlijk om een leuke activiteit te hebben of een uitje in jezelf te vermaken. Ik denk dat een mooi voorbeeld van Ajax bijvoorbeeld is. We sluiten de cateringpunten vanaf aanvang wedstrijd en dan gaan we over tot mobiele verkoop op de tribune. En ja, het moment bij een voetbalwedstrijd is natuurlijk het moment om normaal gesproken je eten en je drinken te kopen. Nou, dat gebeurt op dit moment niet. Dus om mensen op de tribune te houden, wordt in de rustperiode door Ajax op dit moment een quiz georganiseerd waar men middels de mobiele app aan mee kan doen. En het is, je moet entertainment bieden en eigenlijk ook de focus van bezoekers leggen op positief gedrag.
In plaats van dat je heel erg kunt sturen op alleen maar negatief gedrag. Of dit mag niet, of dat mag niet. Dus jullie, net bij Stage Entertainment, zijn jullie dus ook bezig met een soort van ervaringsonderzoek van mensen die bij jullie op bezoek zijn. En die daar komen voor een vrije tijd. Nou ja, we luisteren uiteraard heel erg naar wat er terugkomt uit de evenementen. We luisteren wat er terugkomt vanuit de dienstenkant en vanuit de overheid. Daar proberen we onze protocollen weer op te verbeteren. Maar zoals gezegd, er zijn ook nog best veel dingen waar we niet of te weinig over weten om er ook concrete uitspraken over te kunnen doen. En ik hoop dat dit onderzoek daar gewoon heel erg aan gaat bijdragen. Dus optimaliseren van. En ook bij Stage Entertainment kwam naar voren dat zij er ook van uitgaan of merken dat de bezoekers, doordat ze dit ook als een uitje doen en niet als, oh god, ik moet weer boodschappen doen of ik moet iets een taak doen, dat ze ook sneller geneigd zijn aan instructies te houden. Hebben jullie die ervaring ook? Ja, nou zeker voor het merendeel van de bezoekers, die blijkt echt heel goed stuurbaar. Wat wij bijvoorbeeld zien, we werken met tijdsloten bij de ingang. Dat betekent dat de eerste bezoekers zo'n 1,5 uur voor aanvang wedstrijd het stadion al betreden. Maar je ziet eigenlijk steeds dat bezoekers heel erg netjes wachten tot hun tijdslot daar is. En zich ook verzamelen rond die ingang, goed gebruik maken van de 1,5 meter ook in de openbare ruimte. Dus het merendeel, het gros van de mensen is heel goed stuurbaar. En daar zijn we en uiteraard. Hoe meten jullie dat dan? We proberen dat natuurlijk hè, met camerabeelden. Eigenlijk wordt zo'n hele evenementenoperatie gewoon goed gemonitord. We brengen toch heel veel mensen op de been. En dat wil je sowieso op een veilige manier laten verlopen. Dat gebeurt eigenlijk gewoon zoals het regulier ook gebeurt vanuit een operationeel centrum. En daar doen we nu eigenlijk een sausje overheen. Dus daar letten we op wat andere zaken die nu spelen. Dus jullie hebben natuurlijk een fantastisch. Ik ben er ooit een keer in geweest, was echt fantastisch. Voor de mensen die kans hebben, ga daarheen. Want een soort van NASA-centrum hebben jullie daar, waar jullie compleet in het hele gebied bijhouden. Wie binnenkomt, hoe mensen binnenkomen. Hier hebben allemaal apps die mensen helpen op de goede manier erheen te gaan. En pre-corona, en ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof dat 100.000 mensen die in ons gebied op drukste momenten had, op het moment dat de arena en de twee andere podia, Ziggo Dome en Asaf Live, een event hebben. En daar hebben jullie diezelfde tools gebruiken nu om dit in te zetten. Ja, we hadden dus met de gemeente Amsterdam hadden we al een soort van telsysteem in het gebied onlangs geïnstalleerd. We werken nauw samen met de NS en GVB om vervoersdata met elkaar uit te wisselen. Zodat we eigenlijk die klantreis zo goed mogelijk kunnen begeleiden. En uiteindelijk ook kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de drukte op de weg bij reguliere evenementen zo kortstondig mogelijk is of eigenlijk niet gebeurt. Nou, en eigenlijk bijvoorbeeld dat telsysteem wordt nu niet alleen ingezet om te tellen hoeveel mensen er daadwerkelijk in het gebied zijn. Maar bijvoorbeeld ook om te kijken, houden die mensen zich ook in de openbare ruimte op 1,5 meter afstand. Dus ja, die samenwerking met eigenlijk alle ketenpartners in die operatie is essentieel. En gebruiken we de arena graag voor als proeftuin. Hoe werken jullie ook samen met andere stadions in Nederland of in de rest van Europa? Heeft de KNVB een hele centrale rol gepakt tijdens deze crisis, als bond natuurlijk. En veel clubs, weet ik, die zijn daar gewoon regulier aangesloten bij de gesprekken en bij de vorming ook van de protocollen waar ik net aan refereerde. Ik heb zelf uiteraard ook veel contact en de KNVB die speelt ook regelmatig morgen nog een wedstrijd bij ons. Dus daar staan wij dicht mee in contact en daar bespreken wij uiteraard ook dit soort zaken mee. Dus die kijken ook mee, weet ik, in dit webinar. Mooi. Een laatste vraag. Wat voor onverwachte nieuwe dingen heb je geleerd van de korte tijd dat je hier nu bij betrokken bent? Nou, wat heel erg mooi is, kijk, wij wachten nog op de echte uitkomsten. Maar ik heb al wel wat visuals gezien van hoe onder andere dat soort metingen waar we naar op zoek zijn worden gedaan. En daarin zie je eigenlijk dat ook het merendeel van de mensen zich er heel goed aan houdt. Maar wat gewoon interessant is, is gewoon om te komen tot wat meer inhoud op de discussie en op de gesprekken. En ik
ben heel erg voornemens om het onderbuikgevoel, dat werd vanochtend nog door iemand heel mooi gezegd, het onderbuikgevoel om te zetten naar harde gegevens, naar daadwerkelijke feiten. Want daar kunnen we de discussie en het gesprek alleen maar mee verbeteren. En dat is het doel van dit project. Heel mooi. Ik echt fascinerend hoe jullie dat doen. Sowieso, ik ben een beetje een tech-nerd, dus ik ben altijd redelijk gefascineerd en een beetje een fan van hoe jullie dit oppakken. Erg fijn. En bedankt dat je dit ook vandaag aan ons wilde vertellen. Wij komen bij het laatste deel zo. En namelijk het gesprek, de samenvatting weer met Daan en met Eefje. En natuurlijk ook nog de mogelijkheden om aan de verschillende mensen. Iedereen zit nog achter zijn laptop. Dus mochten er nog vragen zijn aan mensen die ik niet behandeld heb, of die nu nog naar boven willen komen, geef dat dan door en dan krijg ik dat telefoon binnen. Daan, hoe heb je geluisterd naar het gesprek net? Ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke leuk om nog een keer een samenvatting te krijgen, juist van de proefloop zelf. Maar ik krijg natuurlijk iedere twee weken al een update hiervan. Maar ik vind het ook heel gaaf om te zien dat we in een relatiefheid. Want je hebt toch een best flexe samenwerking met zowel kennisinstellingen, bedrijven. Natuurlijk vind ik dat we toch wel een relatief korte tijd al zo snel tot deze tussentijdse resultaten zijn gekomen. Ik word er heel blij van als ik dan hier weer naar mag luisteren. Fijn. En Eefje, voor jou? Ja, ook natuurlijk geen verrassingen voor jou, maar wel misschien andere samenvatting of andere beelden die ontstaan zijn? Nou, allereerst ook wel het beeld wat Daan schetst, vooral heel trots als ik zie hoe, hoe we die samenwerking tot stand hebben gebracht en hoe enthousiast en positief iedereen erin zit, terwijl we weten met wat voor vraagstukken al deze partners iedere dag zitten. Dus dat vooral, maar ook wel mooi en wat natuurlijk ook in dit gedeelte naar voren wilde brengen, is dat je ziet dat vanuit de verschillende proeftuinen ze zelf ook wel de kruisbestuiving zien tussen de vraagstukken die we behandelen. Dat je een aspect van, zoals gedrag, dat staat natuurlijk centraal in het theaterpilot, maar je ziet natuurlijk ook heel duidelijk vraagstukken ten aanzien van gedrag in het museum en bij de arena naar voren komen. En dat vind ik dan interessant als dat in een webinar als deze ook zo goed naar voren komt. Mooi. Ik heb een paar vragen die natuurlijk van tevoren al gesteld zijn bij de aanmelding. Laten we die doorlopen. En de eerste die ik wil stellen is, worden de resultatengegevens na de hand ook gedeeld met de deelnemende partijen? Het is net al gevraagd en volgens mij is het antwoord ja. Maar even, kan je dat al vertellen hoe dat gedeeld wordt? Staan. Nou, in ieder geval is deze uitzending helemaal opgenomen en is dit terug te zien. Dus dat sowieso. En wij zijn voornemens dus om alle resultaten, als straks het onderzoek is afgerond, ook te delen. En wij zijn nog aan het kijken op welke wijze we dat het beste kunnen doen. Maar daar zal iedereen die hier ook aan deze webinar deelneemt, zeker van op de hoogte gehouden worden. Dat gebeurt per mail, een reactie, dat ze deze informatie kunnen vinden. Een andere vraag is, hoe onderscheiden deze projecten zich van andere initiatieven in het land of in Europa? Kan je er iets op zeggen? Weet je dat? Nou, dat is het interessante en we hopen natuurlijk ook op veel reacties nu, is dat wij inmiddels natuurlijk van een aantal initiatieven weet hebben. Mm-hmm. Van heel veel initiatieven ook nog niet. En, dus wij horen ook graag natuurlijk wat andere initiatieven zijn, waar die zich op richten, of dat vergelijkbaar is of juist aanvullend. En dan kunnen we ook goed met elkaar, denk ik, kijken. Hoe kunnen we elkaar daarin in gaan versterken. Wij zijn onder andere nu al in gesprek met bijvoorbeeld een initiatief zoals het Smart Distance Lab, wat in Amsterdam al wat bijvoorbeeld een eind augustus wat onderzoek heeft gedaan met mensen die daar samen zijn gekomen en als het gaat om beleving. Maar we zijn ook in gesprek met Field Lab Evenementen, wat ook diverse onderzoeksvragen in deze branches behandelt. En dan zie je, hoe verhouden we ons tot elkaar? Nou, dat we soms deels wel met dezelfde materie bezig zijn, maar dat we het net even uit een ander perspectief benaderen. En dat we nu ook juist aan het kijken zijn van, hoe kunnen we dat ook echt aanvullend laten zijn?
Ja, wellicht kijken de mensen mee. Dus ook de uitnodiging richting iedereen die meekijkt en met een vergelijkbaar project bezig is. Volgens mij moet dit ook vandaag ook een uitnodiging zijn om zoveel mogelijk dit soort kennis te delen, zodat we zo goed mogelijk uit deze crisis komen. In ieder geval zo goed mogelijk hiermee om kunnen gaan. Ik heb nog een vraag via de chat van Joshua. Hij vraagt, als er straks een gevalideerde sneltest beschikbaar is, ga je die dan door met testen in de proeftuinen met het mix van toepassingen, technologie en data? Ja, ik denk juist. Volgens mij werd het al eerder in deze webinar door Willem benoemd. Het is niet het gouden ei. Het gouden ei is namelijk een combinatie van vele verschillende toepassingen. En die zijn niet allemaal technologisch of van die kant ingestoken. Je hebt ook een heel groot medisch onderdeel. Uiteraard heb je een heel groot medisch onderdeel. Dan heb je eigenlijk allemaal verschillende onderdelen die bij elkaar moeten komen. En als je dat samenvoegt, dan kom je tot een helemaal veilige en verantwoorde locatie. Die kan ook. En juist als die ernaast is en komt, dat speelt uiteraard een hele rol voor de organisaties om te weten of er wel of niet met de mensen binnen zijn. Duidelijk. En van Gerard krijgt de vraag dat de coronacrisis wel eens 2 jaar of langer zou kunnen duren. Worden jullie... Wat gaan jullie uitzoeken gaat heel erg belangrijk worden in de komende tijd. Zien jullie voldoende commitment bij de bestuurders en bedrijven om de oplossing ook echt op te gaan schalen? Dat is misschien een beetje een lastige vraag, maar wel fascinerend. Hoe schaal je dit op en hoe selecteer je eruit wat belangrijk is? Ja, dat is een hele goede vraag. Om eerst deel van de vraag te beantwoorden, het bestuurlijke gedeelte. Iedereen erkent dat er dingen uitgeprobeerd moeten worden. Het is voor iedereen nieuw. Dus juist om relatief kleine schaal dingen uit te proberen is denk ik heel goed. Juist door hele feitelijke gegevens van hoeveel mensen komen er binnen, hoe gaat het met de richtlijn, et cetera. Als je het echt op wil schalen, dan moet je ook voor zorgen dat je alles wat je hier leert zo hap en kant-en-klaar mogelijk maakt voor organisaties. En dat kan een ander stadion zijn, maar dat is goed. Een ander team zijn of mag van alles wezen, maar het cruciaal is voor ons als projectorganisaties om te zorgen dat die resultaten 1-op-1 in ieder geval grotendeels te benutten zijn voor andere organisaties die eigenlijk om hetzelfde schuitje zitten. Dus we moeten zorgen dat in ieder geval zoveel mogelijk kennis gedeeld wordt, zodat we zoveel mogelijk verder kunnen schalen met deze goede ideeën. En dat leidt tot weer zoveel mogelijk theaters, sportstadia, stadions en dergelijke weer open kunnen. Het zou voor ons hier in Pakhuis de Zwijger ook heel fijn zijn als we weer mensen kunnen ontvangen. Daar snakken we naar, kan ik je vertellen. Want het is heel saai. Als je het hebt over implementatie, dan denk ik dat je juist de enthousiaste deelname van een stage entertainment in het Rijksmuseum en de Arena laat zien hoe zij op zoek gaan en dus ook openstaan voor implementatie. Ze zijn op zoek naar oplossingen. En daar waar het hen mogelijkheden gaat bieden, ben ik ervan overtuigd dat ze die zeker ook willen implementeren. Maar daar is dit soort onderbouwing, wat Willem ook al benoemde, natuurlijk heel erg voor van belang. En ik krijg nog van eerder kwam die vraag binnen, dat was eigenlijk bij de eerste ronde. Hoe verloopt de samenwerking met de functionarissen van de gegevensbescherming? Dus is dat ook nog een aspect waar jullie goed naar kijken? We hebben het net natuurlijk al een beetje aangetipt met temperatuurmeten op je voorhoofd. Ja, dat is natuurlijk een ethisch vraagstuk. Na privacy dat al benoemd is, want je hebt toch met bijzondere persoonsgegevens. Maar ik denk dat voor iedere technologie die we, als we al een technologie gebruiken, want dat hoeft helemaal niet altijd. Maar als we iets gebruiken wat toch een beetje op het randje is van een privacy of ethisch vraagstuk, dan doen we altijd een toetsing om te zorgen dat we in ieder geval de juiste dingen doen. En zo deden we dat eigenlijk al hiervoor. Want het concept proeftuin is niet nieuw en vaak, of eigenlijk altijd, is het uitgangspunt om privacy by design en ethics by design-achtige toepassingen te ontwikkelen. En daar hebben we dus al redelijk wat ervaring mee door met bepaalde ethische commenten te praten. Eigenlijk om te zorgen dat het echt als rand in de oplossing geborgen zit. Helder. Want dat sluit meteen op een van de vragen die van tevoren gesteld zijn. Want hoe borgen we wat we testen en implementeren? Hoe wordt dat geborgd? Ja, kijk, het interessante is, we staan nu op het punt dat we in de afronding zijn van deze onderzoeken. En nu zien we juist dat we willen gaan valideren. En dat kan in een labsetting, maar in de praktijk zou natuurlijk uiteindelijk nog mooier zijn. En dat is wel de zoektocht waar we nu in zitten.
En de gesprekken die we nu voeren, want daar heb je wel meer partijen voor nodig. Juist ook door wat Caroline beschreef in het theateronderzoek. Wij zijn niet de medici. Dus wij kunnen niet bepalen op welk of dat verantwoord is om een dergelijke pilot uit te voeren. Maar daar zijn we natuurlijk met elkaar wel naar op zoek. Omdat uiteindelijk om deze inzichten uiteindelijk toch te valideren. En mogelijk te maken dat ze dus ook echt kunnen landen in de praktijk. Want daar is het allemaal om te doen. Ja, we hebben het nog aanvullend. Komt daar dan ook een vraag van iemand die al eerder gesteld is bij de aanmelding. Wat verwacht de effectiviteit van de voorgestelde innovaties? Hoe kan worden omschreven en in de praktijk worden vastgesteld? Dat is eigenlijk gewoon deze methode. Gewoon zorgen dat het goed gecontroleerd wordt. Een hele interessante vraag. En die zullen we ook met elkaar hierna moeten gaan verkennen. Ik denk dat onderzoeken die we nu aan het doen zijn al enorm veel inzichten gaan geven. Als het gaat bij de arena, gaat het dus heel erg om, is deze technologie, op wat voor manier kan die inzichtelijk maken op camerabeelden, hoe mensen zich dus gedragen en wat dat betekent voor hoe mensen zich gedragen binnen die anderhalve meter. Bij een Rijksmuseum hebben we gehoord wat dat betekent qua simulatie, maar ook doelgroepen. En hoe kun je doelgroepen onderscheiden en je maatregelen daarin simuleren. Bij het theater gaat het dus heel erg om het gedrag. Maar de vervolgstappen van die validatie, daarin zullen we met elkaar dus ook het gesprek moeten voeren. En wanneer is het dan geslaagd? En welke indicatoren kunnen we daaraan vasthangen? En wat is daarin ook verantwoord? Want ik denk dat die stappen samen met de partijen vanuit de medische kolom, dat we dat moeten gaan inrichten. Helder. Ik krijg ook twee vragen die eigenlijk hetzelfde beogen. Eentje van Jurgen en eentje van Joshua. En Jurgen vraagt, is contact met de overige veiligheidsregio's in het delen van de info? En Joshua vroeg dan weer, wat kunnen we bij die veiligheidsregio's van elkaar leren? Grappig punt daarin trouwens, gisteren sprak ik in een andere setting met Steven, of in ieder geval met iemand van de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam, Steven van der Looy. En hij vertelde over hoe ze samenwerkten met de verschillende veiligheidsregio's. Is dit hier ook betrokken? Hebben jullie contact met deze veiligheidsregio's? Hoe kan je gebruik maken van de data die zij hebben? Daan, jij knikt. De veiligheidsregio's in wezen de opdrachtgever, of degene die bestuurlijk mandaat heeft gegeven voor deze proeftuinen. Dus die zijn zeker betrokken. En zij zijn ook direct aanspreekpunt om in ieder geval updates te geven. En dat is voor Amsterdam-Amsterdam. En die veiligheidsregio's die praten onderling natuurlijk ook heel erg veel met elkaar. Nou, dus zo kunnen die resultaten denk ik ook door het land heen worden beeld. Mooi. En we hebben ook nog één laatste vraag die ik hier heb. Kan je nog succesfactoren benoemen die dan specifiek voortkomen uit dat dus overheid, bedrijfsleven en dus kennisinstellingen samenwerken in een NOC? Misschien Eefje en Daan, dat jullie allebei de antwoord kunnen geven. Wat voor jullie meest voor de hand liggende voordelen zijn? Nou, ik wil er eerst op reageren. Wat je vaker in deze webinar hebben gehoord is de klantreis. En dat is eigenlijk hoe een persoon van A naar B reist, een iteratie. En daar heb je openbare ruimte in wat standaard onder regie van de overheid valt. Maar je hebt ook een heel groot gedeelte, als je een evenement hebt bij een private locatie. Nou, dan is het dus meer voor het bedrijfsleven. En ik denk dat die kennisinstelling, in dit geval TNO, die juist voor zorgt dat die koppeling tussen publiek naar privaat gemaakt kan worden. Mai, een Eefje? Ik denk als ik nu naar dit onderzoek kijk, dat ik de kracht echt vind, is de openheid waarin er met elkaar samengewerkt wordt. In toch een midden in een crisis, waarin deze bedrijven natuurlijk met heel veel zaken aan hun hoofd zitten, maar toch mee willen denken, hier tijd in investeren en open zijn in wat er speelt en waar ze naar op zoek zijn. En dat maakt dat je als onderzoekers dus ook echt tot de kern kan komen wat het probleem is en kan kijken waar we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ik had het net ook al even kort met Willem over technologische toepassingen die zijn gebruikt in het sturen van grote groepen rondom de arena.
daaruit bleek dat het enigszins, ik heb onderzoek, maar enigszins effectief was. Kan je dat ook zeggen dat dat dan ook heel effectief is om technologie toe te passen om mensen in goede banen te leiden? Of is dat echt een combinatie van factoren die je moet toepassen? Het is altijd een combinatie van factoren. Ik denk dat je dat wel terugziet in dit verhaal. Het gaat er natuurlijk om hoe kan technologie helpen of om zaken inzichtelijk te maken of om te ondersteunen in bepaalde maatregelen. Maar het is altijd een en-en verhaal. Helemaal als je ook ziet dat het natuurlijk heel veel ook te maken heeft met het gedrag van een bezoeker. Ja. En hoe je daarmee om moet gaan. En het zijn juist al die puzzelstukjes die het verhaal compleet maken. Dus zo stellig dat, maar niet denk ik. Maar ik denk wel dat het natuurlijk daar een bijdrage aan kan leveren. En dat laten we ook wel zien. Ja, dus ik vind het altijd een heel fascinerend verhaal. Een tijd geleden sprak ik mensen uit, hoe komen ze vandaan? Volgens mij Korea. Maar die hadden een heel verhaal hoe ze dus inderdaad compleet de stad veiliger en succesvoller gingen maken, ook in deze tijd. Door gewoon overal sensoren op te hangen en zoveel mogelijk data te verzamelen. En dan kwam alles goed. Dus ik ben persoonlijk als inwoner van deze stad blij dat in ieder geval deze route niet gekozen is. Dus, het is veel genuanceerder dan dat natuurlijk. Maar je moet kijken waar de kansen liggen door het wel te benutten. Maar je moet zeker ook de ethiek en de privacy hebben we allemaal hoog in het vaandel. En dat is wat Daan zegt, juist bij privacy by design. Om dat vanaf de voorkant mee te nemen, kun je kijken van wat is wel wenselijk en wat is niet. En je moet daar ook vooral kijken met welk vraagstuk hebben we te maken en wat is proportioneel en wat is wenselijk daarin. En in sommige gevallen, en dat hopen we juist nu ook te kunnen laten zien, dat sommige innovaties zitten niet altijd in technologie, maar kunnen juist ook heel erg zitten in gedragsbeïnvloeding. Op een andere manier dan enkel technologie. Helder. We zijn bijna aan het einde van deze ronde. Dus ik ga om af te sluiten nog één keer langs alle sprekers. En dan kom ik het eind weer helemaal terug bij jullie. Dus ik wil allereerst even kijken naar... moet ik even spieken? Dan wil ik als eerste even kijken naar... In ieder geval, Fleur, voor jou heb ik een vraag. Welke maatregelen staan in goede verhouding tot gezondheid, beleving, gedrag en rendement vanuit perspectief van de theaterbezoeker? Dat is een van de vragen die ook nog van tevoren gesteld was. Dus de vraag is, welke maatregelen staan in goede verhouding tot gezondheid, beleving, gedrag en rendement vanuit perspectief van theaterbezoeker? Nou, dat is dus precies waar we mee bezig zijn volgens mij. En waar we nu nog niet het finale antwoord op hebben. Nee, dus dat is het. Ja, uiteindelijk wil je maatregelen die maken dat mensen het naar hun zin hebben, dat het veilig is voor iedereen. En dat het effectief is, dat het makkelijk te hanteren is, dat is natuurlijk de ultieme set. En die zal natuurlijk per locatie ook nog en per bezoekersgroep kunnen verschillen. En ik hoop dat wij over een aantal weken met de resultaten van de onderzoeken van TNO daar hele concrete aanbevelingen voor kunnen doen. Want dat is natuurlijk waar we naar op zoek zijn. Dus ik kan denk ik dit zo nog niet beantwoorden. Maar voor degene die deze vraag gesteld heeft, ik ben zelf ook naar hetzelfde op zoek. En ik wil ook, als dat ook kan, nu meteen van de gelegenheid gebruik maken. Mensen die luisteren of kijken, als jullie ideeën hebben of dingen, wij doen dit voor iedereen. We willen het ook met iedereen delen. Dus als er nog suggesties zijn die wij aan boord moeten nemen of wat dan ook, laat het alsjeblieft Daan weten. Want ik heb ook geleerd in deze periode dat wij werken heel nauw samen met andere theaterproducenten, musicalproducenten of evenementenorganisatoren. Het helpt echt om elkaar een stapje verder te helpen. Dus laten we dat nu ook doen. En aan het eind van de rit, dan delen wij heel graag alles wat wij nu geleerd hebben, ook met iedereen, om weer wat verder te komen. Super. Nou, dankjewel. Hopelijk tot een snelle volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Caroline, heb jij nog iets wat je mee wil geven? Of heb je iets wat je nieuwe dingen hebt gehoord vanmiddag? Ben ik al zien? Oké. Ja, je noemde overigens net inderdaad de onderzoeksvraag, Servas. Dus klopt wat Fleur zei. Daar zijn we midden in het proces. Jammer dat we natuurlijk geen directe interactie kunnen hebben met de mensen die hebben geluisterd. Ja. Maar toch geeft het energie, gezien ook de vragen die terugkomen. De mensen zijn heel betrokken hierbij. Dus het motiveert me vooral enorm.
Dat deed het al, maar nog meer om hier gauw gezamenlijk echt tot resultaten te komen. Heel fijn, dankjewel. En ik blijf positief, want het is echt heel fascinerend wat jullie vertellen. En hopelijk is het zo succesvol dat we snel weer bij elkaar kunnen komen. Ook jij bedankt en hopelijk tot snel. Ik ga meteen dan ook door naar Raymond en naar Maarten. Raymond, hoe heb jij naar de andere voorbeelden geluisterd? Heb je nieuwe dingen gehoord of misschien kende je het allemaal al? Ja, die zijn allemaal stuk voor stuk natuurlijk heel erg inspirerend. En ik wil me heel erg graag ook aansluiten bij die opmerking van Fleur. Dat dit iets is wat we met elkaar moeten doen en met elkaar ook moeten delen. En dat geldt in ons geval dan zowel voor alle musea in Nederland als voor alle grote attracties. Hè, zoals die van de Club van Elf. En die oproep, als ik er nog oproep zou mogen plaatsen, dan gaat het over dat nutje. Kijk, het gaat in onze proeftuin heel erg over het sturen van bezoekersstromen. Maar wij willen natuurlijk wel graag sturen, maar mensen willen op hun beurt niet gestuurd worden. Dus het is echt key voor het draagvlak dat mensen voelen dat ze worden verleid. En daar hebben andere partijen vast en zeker ervaring mee. En van die ervaring willen wij graag ook gebruik maken. Een uitnodiging om informatie te delen, maar ook vooral een uitnodiging om informatie te ontvangen. Helder. Heel graag. En voor jou, Maarten, hoe kijk jij daar vandaag? Wat heb je nieuwe dingen die je nog wilt delen? Of misschien een laatste woord wat je wil zeggen? Ja, ik vind het vooral leuk dat de verschillende projecten elkaar ook zich heel erg goed versterken. Wat bij theater bijvoorbeeld gedaan wordt. Hè, dus wat voor maatregelen attractief zijn en effectief zijn voor de bezoeker. Is natuurlijk ook iets wat bij het Rijksmuseum dan een potentiële maatregel zou kunnen zijn die doorgerekend wordt. Dus zo gaan verschillende onderzoeken waarde creëren los. Maar samen heb je meer als de eentjes los, zo te zeggen. Je gaat vermenigvuldigen. Dus dat is een heel sterk aspect. Dus we moeten alle echte data en de kennis gaan delen. Helder, dankjewel. Tot slot, Willem, eigenlijk dezelfde vraag. Ik ben natuurlijk helemaal eind bij jou geweest. Zijn er nog dingen die je nog eens wilt delen met ons? Je wilt natuurlijk ook alle informatie delen en ontvangen. We hebben iets over het hoofd. Ja, exact. Ik sluit me daarin volledig aan bij Rijks en Stage. Maar ook buiten de traditionele, buiten de traditionele partijen als organisatoren en locaties is het denk ik ook gewoon heel belangrijk om te kijken naar het bredere spectrum. Dus ook stakeholders als gemeenten en diensten hier juist op aan te laten sluiten. Zodat je alle onderdelen van die klantreis, waar Daan het net ook over had, gewoon optimaal organiseert. Technologie, data en menskracht op een goede manier combineert. Mooi. Ja, we zijn bijna aan het einde van deze middag. En ik ga nog één keer terug naar Eefje en naar Daan. Daan, als mensen mee willen doen, want kunnen mensen eigenlijk zelf, er luistert een ander museum, die luistert je mee, ik wil ook zo'n TNO-project. Kunnen ze dan nu nog aanhaken of is het dan te laat? Of hoe kun je meedoen? Kan dat überhaupt nog? Sowieso door eerst contact op te nemen, dan weten we in ieder geval dat er mensen mee willen doen. Het is de insteek om al deze lessen breed in te kunnen zetten. Dus wat bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum geldt, dat kan net zo goed voor een ander museum of een andere organisatie worden ingezet. Dus zeker, iedereen is welkom om hier in gesprek over te gaan. Mooi. En hetzelfde geldt, neem ik aan, voor jou, Eefje. Ja, ik denk dat het belangrijk is om te vermelden dat het huidige onderzoek, dat we dus proberen dat in de komende weken af te ronden. En dat we vooral op zoek zijn, dus hoe kunnen we dit een vervolg geven? En daarvoor is het juist interessant om te weten welke vragen er nog leven en welke interesse er is bij de verschillende partijen die nu luisteren. En dat is dan niet zozeer voor de huidige vraagstukken en onderzoeken waar we mee bezig zijn, maar wel om te kijken van hoe kunnen we met verschillende partijen wel vervolgstappen zetten. Het is dus echt een open onderzoek geweest wat voor iedereen de werkgelegenheid of in ieder geval de werksituatie beter moet maken en ook zo goed mogelijk terug kunnen naar de oude situatie, zodat we open kunnen als theater of stadions of als musea of andere attracties.
Nou, zeker ook het idee waarom we nu tussentijds al met resultaten komen. Om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen in bepaalde inzichten. Dus ik hoop dat er meerdere punten in hebben gezeten waar de deelnemende luisteraars iets mee kunnen. En wij komen zeker terug als straks het hele onderzoek is afgerond. Hartstikke bedankt. Mag ik alle sprekers nog op het scherm, want dan kan ik afscheid nemen. Niet meer. Fantastisch. Want we hebben gesproken vandaag met Daan Groening. Hij is Innovation Officer bij de gemeente Amsterdam. Eefje Smits, Senior Consultant bij TNO. We hebben met Fleur Moeren gesproken. Zij is Chief Operations Officer bij Stage Entertainment. We hebben gesproken met Caroline van der Weert, Customer Behavior bij TNO. Met Eefje Smits, die hebben we natuurlijk net gehad. En Willem Hegen, Manager Crowd Services bij de Johan Cruijff Arena. En natuurlijk met Raymond, Hoofdveiligheidszaak van het Rijksmuseum. Maarten Schat, Wieprojectmanager Manager. Bij TNO. Ik wil je hartstikke bedanken voor voor dit mooie verhaal en deze eigenlijk inspirerende verhalen en ideeën en nieuwe oplossingen. Ik wil ook alle mensen die mee hebben gedaan vandaag van harte bedanken voor jullie vragen. Fantastisch dat we het zo toch hebben kunnen doen. Hopelijk zien we elkaar snel weer in levende lijven zonder tussenkomst van een laptop. Dat is toch een beetje gek in zo'n zaal in je eentje. Maar ja. Daar helpt dit project natuurlijk bij. Hartstikke bedankt. Eén laatste huishoudelijke mededeling. We hebben vandaag opgenomen. Dat komt ook allemaal. Is allemaal terug te vragen. Dus dat zou je eventueel nog terug kunnen zien. Daarvoor kun je bij Daan zijn. Dat wordt staan. Per mail allemaal nog geregeld. Hoe mensen die informatie kunnen krijgen. Toch? Ze krijgen een mail. Ja. Er komt gewoon een link. Met ook een linkje Open Research. Waar we ja. de projectplannen op hebben gezet. En aanvullende informatie op te vinden is. Heel fijn. Dank jullie wel. Mijn naam is Servos en dit was Unlock. Tot ziens. Dag.